Unpacking God's Message, verse by verse. Dit is Koinonia Bijbelstudie. Zusters en broeders, gemeente van onze Heer Jezus Christus. In het gedeelte dat we gelezen hebben, doet Paulus eigenlijk twee belangrijke uitspraken. Zegt hij twee belangrijke dingen. Hij laat zijn toehoorders in de eerste plaats terugkijken naar wie ze geweest zijn. Besef waar je vandaan komt. Weet wie je was voordat je Christus leerde kennen. En het tweede is dat hij zegt, kijk eens naar wat je nu in hem ontvangen hebt en wat je nu geworden bent en wat je uitzicht is naar de toekomst in het leven. Wat een enorm contrast is dat. En het begin van het hoofdstuk, jullie waren eigenlijk niet echt levend meer. Jullie waren dood tegenover God. Er zat geen leven in. Overtredingen en zonde en de geest van de wereld die jullie in beslag had genomen, die maakte dat jullie tegenover God doof waren en blind. Jullie konden niet doen wat hij van je vroeg. En het leven wat God aan mensen wil geven was niet actief en werkzaam in jullie. Als God naar jullie keek, was er niets waar je iets mee kon, wat hem aangenaam was, waarmee hij werken kon, maar ook voor jullie zelf. Er was geen hoop, er was geen uitzicht in de wereld. Wat zijn jullie gelovigen in Efeze, wat zijn jullie zonder Christus? Dan moet je terugkijken naar de tijd voordat je hem kende en het oordeel van God horen over wie je toen was. Kijk nou maar eens terug, want dan zie je pas hoe groot en overweldigend en hoe krachtig de genade van God bij jou gewerkt heeft. Kijk maar eens terug naar wie je was toen Christus je nog niet bekend was, toen je je knieën nog niet voor hem gebogen had. En daar zie je hoe overweldigend groot de kracht is van de geest die nu in je werkt, die nu een lofzang bij je omhoog roept, die je nu een heel ander leven geeft. Dat is de ene gedachte die voor Paulus zo belangrijk is. Dat je af en toe terugblikt op wie je was. En de gedachtenismaaltijd, het heilig avondmaal, is bij uitstek zo'n moment om eens even na te denken over wie we zijn buiten Christus om. Je zou kunnen denken dat dat toch wel meevalt. Je zou kunnen denken dat zonder het christelijk geloof en zonder de kerkgang ons leven niet eens zoveel zou verschillen van dat van andere mensen in deze wereld. En als je naar de buitenkant van het leven kijkt, dan zal dat ongetwijfeld het geval zijn. Sommigen in Efeze zullen dit woord van Paulus gehoord hebben en gedacht hebben van, nou, ook voordat het evangelie kwam, had ik toch een gezin en ik had mijn werk en ik had een rijke sociale omgeving. En wanhopig, beste Paulus, dat was ik toch niet. Maar Paulus ziet misschien dieper dan die mensen in Efeze. God ziet misschien dieper in ons hart dan wij zelf kunnen kijken. Wie tegenover God eigenlijk dood is in de zonde. Wie met die God geen gemeenschap kan hebben, omdat er die barrière is van de schuld. Wie tegenover God in waarachtige zin dood is, die kan misschien denken dat het wel meevalt, als hij zijn gedachten alleen maar keert naar het dagelijks leven en de eigen ervaring. Maar vroeger of later slaat de wanhoop toe, wordt het leven tot een grauwe ellende, wordt het overduidelijk dat wij in eigen kracht geen leven kunnen opbouwen dat voor onszelf werkelijk zinvol is en de moeite waard is. Als ziekte ons raakt, als de dood van een geliefde ons raakt, als we geconfronteerd worden met onze eigen zwakte en onze eigen zonde die we niet willen maar toch doen, dan zal die wanhoop uiteindelijk toch toeslaan. Nee, dan die jubel die Paulus dan meteen aanheft, want in Christus is er iets gebeurd. Er is waarachtig iets veranderd. Er is geen boodschap gekomen
om het roer te wenden en nu in eigen kracht maar een ander leven te gaan proberen. Er is niet een boodschap gekomen die als een soort aanvulling op het normale leven dat wat aangenamer of mooier moet maken. Paulus' boodschap hier is dat God door zijn kracht en door zijn geest een totale verandering bewerkt heeft bij die mensen die tot geloof kwamen. U bent met Christus levend gemaakt. Zo groot is de overgang van de dood naar het leven. Van de leegte van het leven naar de volheid van het geloof. Naar ver weg en uitgestoten door God. Ver van hem verwijderd naar zo nabij dat je hem je vader kunt noemen. En voor Paulus is dat het verschil van dag en nacht, van dood en leven. In Christus is er een rijkdom aan zegeningen geschonken aan ons, die alles te boven gaat wat mensen zouden kunnen beseffen. Alle geestelijke zegening in de hemelse gewesten hebben we in Christus ontvangen. Daar begint hij zijn brief mee. En hij zegt, kijk eens, als je dat alles nou ontvangen hebt. En als je in de viering van het avondmaal mag stilstaan bij degene die de prijs betaalde om jou dat alles te schenken. Als je mag nadenken over de Heer in wie je dat alles gegeven hebt, niet buiten hem om en zeker niet op eigen verdiensten. In hem heb je het ontvangen. Als je daaraan mag denken, ja, dan moet je eigenlijk ook denken aan dat andere. Dan moet je ook denken aan wat er voortvloeit uit je huidige nieuwe status. Wat voor een verplichting het geeft om dit geschenk te hebben ontvangen. Wat voor leven hier in deze wereld er dan voortkomt uit die aanvaarding van het evangelie. We hebben dat leven van Christus ontvangen. We hebben de genade meegemaakt in de vrijspraak. We hebben hem leren kennen die ons zo lief heeft dat hij zijn leven gaf in de dood om ons te redden van dood en zonde. Ja, maar dat heeft gevolgen. Niet alleen maar dat we daarop zouden moeten antwoorden met onze dankbaarheid. Dat is bijna vanzelfsprekend. Want hij deed het zonder enige verplichting en vrijwillig. Hij deed het uit liefde en niet voor zichzelf. Hij deed het omdat hij ons aanzag en kende van voor alle tijden en ons uitverkozen heeft om de zijne te zijn. Groter bewijs van liefde is er niet. Dat hij dat vervolgens ook bewerkstelligde door zijn leven te geven, door zich te laten vernederen tot de dood aan het kruis. Dat er dankbaarheid in ons hart is. Paulus vindt het zo vanzelfsprekend dat hij het hier niet eens noemt. Maar hij zegt, nu ben je dichtbij gekomen. Nu is er die vrede gekomen. En nu heb je een andere status gekregen. Met name spreekt hij dan niet-Joden aan in Efeze, die nog eindeloos veel meer van God waren verwijderd dan de Joden dat waren. Die nog tenminste het Oude Testament hadden. En die de God en Vader van Jezus in en door het Oude Testament toch wel kenden. Maar hij zegt, nu is er voor jullie toch iets veranderd. Om te beginnen sta je daar niet zomaar alleen meer voor. Je bent in één lichaam samengebracht. Je bent niet meer een enkeling die in de wereld zijn weg moet zoeken, maar je bent nu deel van de gemeente, samengevoegd met anderen in dat ene lichaam van Christus. Ten tweede, je bent nu dichtbij gekomen. Door het bloed van Christus ben je nabij gekomen. Je leeft in de tegenwoordigheid en aanwezigheid van God. Er is geen afstand meer. Hij is in je leven aanwezig en jij staat bij alles wat je doet voor hem. Ten derde zegt hij, we hebben nu toegang tot de Vader. God is voor ons een vader geworden. En wij mogen onszelf zien als zijn kinderen. Een hele andere verhouding tot God dan de heidenen bedacht hadden en de Joden konden dromen. Zij noemden God onze Vader, omdat hij aan het begin stond van de geschiedenis van Israël. Maar wij noemen hem Vader. Vader in de hemel. Vader van Jezus Christus, die hem nabij bracht. De Zoon die de Vader openbaarde. En tenslotte gaat het alleen nog maar over de gemeente in de tekst van Paulus. En dan zegt hij, kijk,
Gedraag je nou niet meer als een vreemdeling en een bijwoner. Jullie heidenen die God niet van nature kenden, niet van huis uit wisten wie deze God was. Gedraag je nou niet meer als vreemdelingen en bijwoner. Doe nou niet alsof je in de marge moet blijven zitten, want er is een gemeente gekomen. God heeft zijn huis gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten. En daar ben jij volledig een huisgenoot bij. Wie avondmaal viert, die zegt daarmee van alles en nog wat. Het is een getuigenis dat heel veel omvat. Maar een van de zaken die we daarmee zeggen is: wij zijn familie van elkaar. Wij vormen samen dat ene brood. Wij horen samen bij dat ene huis dat God gebouwd heeft. We zijn familie geworden van God de Vader en van zijn Zoon. We zijn als kinderen ingevoegd in die liefdesband die Vader en Zoon hebben. En nu horen wij bij dat gebouw dat een tempel is in de Here, waar God wonen kan en waar zijn naam wordt geprezen. Dat was je niet van tevoren. Vers verwijderd. En een vreemdeling was je, vijand van God was je. Je was gevangen in de zonde en de schuld. Je was gevangen in de wanhoop van de dood die komen zou. En dat is alles heel fundamenteel veranderd. Omdat Christus kwam om jou al die zegeningen te geven die in het evangelie liggen. Nu ben je huisgenoot. Nu ben je broeder en zuster van allen in de gemeente. Nu ben je een kind van deze Vader in de hemel geworden. En nu hoor je bij die gemeenschap die dat hele nieuwe levensdoel heeft. Je leeft niet meer voor jezelf. Je leeft niet meer voor je eigen roem. Je bent niet alleen maar bezig om zo lang mogelijk de dood bij je verre te houden. Maar je leeft in een gemeenschap die de functie heeft om een tempel te zijn voor de Here. Plaats waar hij kan wonen en plaats waar hem eer wordt gegeven. Groter contrast kun je bijna niet bedenken. Maar dat is wat hij schetsen wil. Dat is wat de genade van God wil doen. Dat is de werking van Gods geest in ons hart en in ons leven. Avondmaalsviering is gedenken de persoon die dat alles wilde schenken. Dat is nadenken over de persoon en het werk van de Heer Jezus. En vooral wat wij ontvangen hebben in de vergeving van de zonde. Maar het heeft als vervolg dat wij nu als zijn gemeente een opdracht hebben gekregen. En dat elk van ons als deel van die gemeente deelt in die taak en in die opdracht. En dat kun je eigenlijk alleen maar beseffen als je dat verschil af en toe je realiseert. Van wat je bent buiten Christus om en wat je geworden bent in Christus zelf. Waarom gedenken wij hem in het avondmaal? Niet alleen maar om terug te kijken naar onze vergeving, maar ook om te vieren dat wij nu samen dat gebouw zijn. Waaraan de geest werkt. Waar levende stenen aan worden toegevoegd door iedereen die tot bekering komt. Waar we worden toegerust om het werk te doen waartoe hij de gemeente heeft geroepen. Hem te eren. Dankbaar te zijn, zeker voor wat we hebben ontvangen. Maar hem te eren. God wilde een volk zich reinigen. Dat ijverig was in goede werken. Maar ook een volk dat de daden van deze God zou verkondigen en daarvan zou getuigen. Dat is het vervolg van vanmorgen. Dat is het vervolg van het avondmaal. Dat we die taak omhelzen. Dat we die opdracht met vreugde aannemen. Dat de opbouw van de gemeente niet een bijzaak is. En de lofzegging in de gemeente niet een toevoeging is aan ons geloof. Maar dat we beseffen dat het God daarom te doen is. Zeker, het is liefde die hem dreef om u en mij te redden van zonde en schuld. Om ons vrij te spreken van het oordeel in Christus. Maar het was niet zijn bedoeling dat we daarna als individuen gewoon ons natuurlijke leven rustig zouden leven. Het was de bedoeling dat we ons zouden laten inschakelen. Levende steen zouden worden in de tempel die hij in de Here zou bouwen. Dat we een bijdrage zouden leveren aan de lofzang voor hem.
Meer nog dan dankzegging, de aanbidding van deze God. In dat unieke volk dat hij maakte. En waarvoor hij zoveel over had. Door die hoge prijs te betalen voor onze verlossing. Het is dat vervolg wat al voorafgeschaduwd wordt in de avondmaalsviering. Met name in het brood dat wij delen. Want wij zijn samen dat brood. Het is het beeld van het lichaam van de Heer Jezus. En dat lichaam zijn wij. Zo worden wij allemaal die losse stukjes graan. Als wij door de dood van de Heer Jezus heen gaan. Eén gemaakt met hem in zijn dood. Worden wij tot een deel van dat brood. Niet te scheiden van elkaar. Een eenheid sterker dan wat dan ook. Beide in één lichaam zijn we met God verzoend door het kruis. Alle vijandschap is gedood. Vijandschap tussen Jood en niet-Jood. Tussen man en vrouw. Tussen Griek en barbaar. Tussen meester en slaaf. Want in hem bestaat dat alles niet. Eenheid tussen mensen. Eensgezindheid in Christus. Om uiteindelijk daardoor te kunnen doen wat God aan de gemeente wilde toevertrouwen. De lofzang voor hem. Die het waard is alle lof en alle eer te ontvangen. Zusters en broeders, het is niet eens zo makkelijk. Zeker niet in deze moderne tijd. Om die functie die we hebben, die taak die we hebben in de gemeente heel zuiver te vatten. We zijn allemaal een beetje individualisten geworden, toch? Dat is wat de tijdgeest met zich meebrengt. We leven ons eigen leven. En voor zover het om de kerk gaat, dat heeft ook een plaats in ons leven, maar het vervult niet ons hele leven. We zijn er niet elke dag mee bezig. Nou ja, degene die er beroepsmatig of door hun ambt mee betrokken zijn, wellicht wel. Over het algemeen is de kerk in de praktijk van het leven voor de meesten van ons een toevoeging, een extraatje. Zo kan het gebeuren dat ook ons geloof in de praktijk van het leven voor de meesten van ons een soort toevoeging wordt. Die prachtige herhaalde boodschap dat God niet meer torent en dat we aan het oordeel ontkomen zijn en dat hij ons lief heeft. Prachtig om steeds maar weer te horen en dan gaat er een week voorbij waarin we dat bijna weer vergeten en dan mogen we dat op zondag weer horen. Zou dat nou precies de bedoeling zijn van onze God, dat we op die manier met het geloof leven? Of zou het zijn bedoeling zijn dat we niet op die laagste trap blijven staan van het geloof, maar dat er een groei mag zijn, dat we omhoog mogen klimmen uit dat eerste stadium van de dankbaarheid voor onze verlossing? Kunnen we niet overslaan, maar ze is toch ook maar de eerste stap, want dan draait het nog steeds om ons. En Paulus zegt, het draait helemaal niet om jullie. Dat jullie bevrijd zijn van zonde en dood en schuld was alleen maar het scheppen van de voorwaarden voor wat God met jullie wilde. Hij wilde jullie samenbrengen in die ene gemeenschap, in het ene lichaam van Christus, om zijn lof te verkondigen. Daar draait het om. En misschien is dat juist datgene wat voor ons zo onbelangrijk lijkt. Oh ja, dat is dat we een loflied zingen. Oh ja, dat is dat we af en toe helemaal enthousiast raken. Gelukkig kan dat nog. Als we het woord lezen of samen liederen zingen. Nee, zegt Paulus, dat is niet de functie die God uiteindelijk ons wilde geven. Tempel in de Here zijn. Plaats zijn waar God wonen kan. Waar hij geëerd wordt. Waar het om hem gaat. En niet langer om ons. Dat is wat hij hier aan ons voorhoudt. En daarom herinnert hij de Efeziërs eraan waar ze vandaan komen. Ze hebben één stap gezet toen ze het evangelie hebben aangenomen en Christus als hun heiland en heer hebben aanvaard. Uit genade bent u zalig geworden, schrijft hij. Door het geloven dat niet uit u, het is de gave van God. En dan zegt hij, bedenk waar je vandaan komt. Je was zonder Christus, je had geen burgerschap. Je had geen relatie tot Gods belofte, je had geen hoop. Je was zonder God in de wereld. Die ene stap heb je nou gezet. Je hebt hem aanvaard.
Je bent nu deel van zijn gemeente, je bent deel van zijn koninkrijk. Ja, nu begint het eigenlijk pas. Nu begint de groei en het leren en het leren zien wie deze God die ons verlost heeft dan eigenlijk is. Nu begint het eigenlijke werk voor een ieder die nu tot de gemeente is gevoegd. Dat is deel worden van dat huis. Levende steen worden die het hele gebouw helpt dragen en die het maakt tot een tempel voor de Heer. In de rest van het boek Efeze legt Paulus dat alles uit. Hoe dat alles opgebouwd kan worden, wat we daarvoor nodig hebben. Kracht van de Heilige Geest, de wijsheid van de Geest. Psalmen en liederen waarmee we elkaar weer bemoedigen en versterken en troosten. Verkondiging van het woord, al die middelen zijn er om te groeien en voorwaarts te gaan. Niet om te blijven staan alleen maar bij de dankbaarheid. Of anders gezegd, de dankbaarheid is meer dan alleen maar het besef dat we genade hebben ontvangen die we niet hebben verdiend. De dankbaarheid reikt ertoe dat we een relatie met deze Heer krijgen. Dat we ons in zijn dienst laten nemen. En in die dienst leren God in ons leven met daad en woord te eren zoals hem toekomt. Hem zij de eer en de heerlijkheid en de kracht tot in eeuwigheid. Amen.